Terwijl Stockholm langzaam volstroomt met fans van Ajax en Manchester United, is er op de pleinen al van alles te doen voor de fans die al in de stad zijn. Alles staat in het teken van die grandioze finale van woensdagavond. En op een van de pleinen treffen we een icoon uit de jaren 90. Stefan Pettersson, die in Stockholm woont. Heel leuk om Ajax te zien hier in Stockholm. Ja, hoe blij was je toen je hoorde dat Ajax naar de finale ging? Ik vond het fantastisch. Ik heb de twee wedstrijden tegen Kopenhagen en Lyon heb ik live gezien in Amsterdam. Het ziet er heel leuk uit. Er wordt goed gevoetbald, verzorgd. Weer een beetje Ajax-manier om te voetballen. Pettersson zelf won met Ajax in 92 de UEFA Cup finale van Torino en scoorde vanaf 11 meter. Pettersson, ja! Ja, ja, ja! Ik denk dat als je speelt, dan kijk je alleen maar uit naar de wedstrijd. Dat is een hele leuke, goede wedstrijd. Natuurlijk is het heel groot, maar alleen maar leuke dingen. Dus positief. Wat denk je van de kansen van Ajax tegen Manchester United? Ik denk dat ze zeker een goede kans hebben. Het is één wedstrijd en daar kan alles gebeuren. En als Ajax doorgaat met het voetbal dat ze de laatste tijd hebben gezien, dan krijgt Manchester United het moeilijk. Zul je ook uit je dak gaan als Ajax scoort? Ik hoop het. Ja, je weet het. Ik ben ook vrij rustig. Maar als we winnen, dan zal ik het wel ook laten zien. Daar staat hij, die mooie beker. Komt hij weer naar Amsterdam? Ja, zeker. Ik denk het wel.